Stressvrij Leven podcast nummer 39. Vandaag in gesprek met Willy Pardijs, focuscoach. Hi Willy. Mieke. Hallo. Ja. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. Super dat ik hier mag zijn. Leuk. Nou, tof. Ik heb er zin in. Jij bent focuscoach. Klopt. Laten we eerst eens op zoek gaan naar wat focus dan is, de definitie daarvan. Kun jij daar iets over vertellen? Een hele mooie definitie is er niet, maar ik sla hem zo plat zoals een dubbeltje. En dat is gewoon het belangrijkste aandacht geven. Ja, en dat is zo duidelijk als wat, want dat is focus. Dat doe je op je camera met je fototoestel. Dan zoom je in en dan geef je ook dat belangrijkste aandacht. Mm-hmm. Ja, en dat doe ik ook met mijn coachklanten. En dan ze kiezen voor het belangrijkste in hun leven. Ja. En wel een mooie metafoor ook met die camera. Want als er nou heel veel te zien is, als er nou heel veel te beleven is om je heen, hoe kies je dan wat het belangrijkste is? Ja, daar zijn natuurlijk wel tools voor. Bijvoorbeeld de simpelste is de Eisenhower. Die laat je in 4 kwadranten zien van, nou ja, kies in welk vak het past. En daarmee kan je je belangrijkste doelen eigenlijk aftikken. Maar het belangrijkste, dat voel je vanuit je passie, vanuit je hart. Dat, mm-hmm. dat is duidelijk. En als dat er niet zit, dan is dat ook niet het belangrijkste voor je. En buiten dat, je komt daar dan ook niet ver mee. En hoe bedoel je, van daar kom je ook niet ver mee? Nou, als je altijd doet wat een ander zegt en het is niet jouw passie of het is niet jouw kracht die je inzet, ja, dan word je als het ware geleefd. En dan zit er wel, ja, dat hou je niet vol, denk ik. Ik denk dat je wel vanuit je eigen tenen en je eigen kracht moet leven. En dat is ook meteen mijn visie, hoor. Ja, dat iedereen authentiek mag zijn en vanuit zijn eigen kracht zichzelf. Ja. Ja. Ja, dat is meteen een mooi onderwerp. Want veel van de mensen die ik begeleid hebben lange tijd dat niet gedaan. En lopen daar dan op leeg. Hè? Dat is een van de dingen waar je inderdaad op leeg loopt. Maar kun je je voorstellen dat het dat veel mensen het doen, leven naar wat een ander van ze verwacht? Ja, ik denk dat dat met de paplepel ingegoten wordt. Ja. Luisteren, in de klas luisteren naar wat de leraar zegt, naar je moeder en je vader luisteren. Mm-hmm. Dat wordt je eigenlijk wel meegegeven. En waarschijnlijk in onze generatie nog meer dan tegenwoordig. Tegenwoordig mag je meer je eigen zijn en meer jezelf zijn, maar dan nog moet je luisteren naar wat de leerkracht zegt voor de klas. Mm-hmm. Ja, dus we zijn het gewoon zo geleerd. Ja, dus dat is aangeleerd. Ja, denk ik wel. Ja. En hoe leren we dat dan weer af? Ja, dat is een hele lastige, denk ik, voor jouw klanten die stress en burn-out hebben. Is het best wel lastig af te leren, maar ik denk wel dat je duidelijk voor jezelf moet kiezen. Mm-hmm. En een kind kan dat makkelijker, omdat hij nog niet voor een ander gaat zitten voelen. Maar als je voor jezelf gaat voelen en je gaat dingen doen die jij belangrijk vindt, Dan hou je het langer vol. En dan wordt het leven pas echt leuk, denk ik. Ja, ja, daar, geloof ik ook zeker in. Ja. Hey, jij bent focuscoach en jij richt je voornamelijk op ondernemers. Hè, van hoe breng je nou je focus aan? Maar ik denk, laten we hem ook eens wat breder trekken. Er zit onder de luisteraars zitten ongetwijfeld mensen die ondernemer zijn. Maar ik denk dat het in het hele leven belangrijk is om focus te hebben. Hoe komt het nou als je geen focus hebt, dat zoveel stress oplevert? Het levert sowieso stress op als je niet jezelf bent. Als je een andermans leven moet leiden. Dat matcht niet. Dat klopt niet met elkaar. Dus dat mm-hmm. levert al stress op. Mm-hmm. Maar als je stress hebt, dan op een gegeven moment zit je hoofd zo vol. En dan kan je geen goede keuzes meer maken. Dan flipt het ook op een gegeven moment. Ja. En voor het zover is, mensen hebben 101 ideeën en plannetjes. En dat zit gewoon allemaal in dat hoofd. En daaruit,
als het zoveel is, valt er ook bijna niet meer te kiezen van wat moet ik dan nou eigenlijk? En bij mijn klanten, die zijn meestal op leeftijd wat ouder dan 40. En ja, die hebben eigenlijk hun leven en hun carrière hebben ze ook al een keer gehad. Dus ze weten dat ze het kunnen. Ze weten dat het er allemaal zit. En ondertussen wil ze met een nieuw plan beginnen, vanuit hun hart te werken. En op dat moment, ja, dan zijn er zoveel keuzes en zoveel mogelijkheden en zoveel dingen te doen. Ja, dat is niet te overzien bijna. En waar begin je dan? En dat is eigenlijk het stukje waar ik als focuscoach instap van, ja, maar wat is dan voor jou nu op dit moment het belangrijkste om te gaan doen? En dan kan ik een voorbeeld mooi bij geven. Een coachklant die wilde heel graag al een boek schrijven. Dat had ze, de helft had ze klaar liggen op de plank. Ja, en dat wilde ze al 4, 5 jaar. En al 4, 5 jaar ligt hij al half op de plank. Ja, wat is dan het belangrijkste? Is het dan belangrijk om nog meer training en cursussen te volgen en je daardoor te laten afleiden? Of is dan gewoon het belangrijke om tijd te blokken om te zeggen van nou ja, in die tijd en dan doe ik die training niet. En dan ga ik wel zitten schrijven. En ze heeft gewoon in 3 maanden tijd heeft ze haar boek geschreven. Ja, super trots natuurlijk dat dat gelukt is. En, maar ook voor mij, weet je, ik sta in het voorwoord dat het er gelukt is. En ja, ik word daar heel erg gelukkig van. Ja, Ja. tuurlijk. Ja. Ja, dat is super gaaf. Is het zo simpel? Soms wel. Soms wel, maar het is altijd kiezen. En de meeste mensen hebben het gevoel, als ik kies, dan verlies ik. Kiezen is verliezen, dat leren ze ook een beetje. En ze willen alles. Het is ook fear of missing out, hè? De FOMO die er nu is. Er is zoveel mogelijk. En alles kan. En alles is te vinden en te zien en te leren. Ja, wij worden niet geleerd om dat eigenlijk structuur in aan te brengen. Want het is maar eigenlijk nog pas nieuw, hè? Dat web. Vroeger had je dat helemaal niet, dat je zoveel afleiding had als dat. Ja, en nu met zoveel afleiding, dan is het gewoon heel erg moeilijk om te kiezen. Maar het is altijd kiezen. Als je tegen mij zegt, en dat had zij ook toevallig, ze zegt, ja, maar ik wil helemaal niet kiezen. Ik ga niet kiezen. Nee, ik ga echt niet kiezen. Maar ja, ondertussen gaat ze wel kiezen, natuurlijk. Ja, je En moet wel. ja, en wat heeft nou gemaakt dat ze uiteindelijk dan wel die stap heeft gemaakt naar wel kiezen, als er zoveel Ja. weerstand eerst op zat? Ja, door te voelen wat belangrijk is. En als er al 4 jaar lang zo'n briefje hangt van ik moet mijn boek schrijven, op een gegeven moment drukt dat enorm op je schouders en dan krijg je stress van. Dat is echt, ja, dat is een stress en dat is een bepaalde gejaagdheid die je altijd in je hebt dan, dat je iets wil, maar je nooit doet. Ja, dat is mega frustrerend. En als je dat laat voelen en zien van, maar er is wel een mogelijkheid om het wel te doen. We zijn eigenlijk heel simpel uren gaan tellen. Van hoeveel uur doe je dit? Hoeveel uur doe je dat op een dag? En zij had het prima voor elkaar hoor. De agenda was prima in orde. Alleen er ging zoveel tijd in zitten, in nieuwe dingen leren. Omdat ja, dan krijg je toch een bepaald hormoonstofje voor terug, waar je heel blij van wordt. Ja, en als je dat gewoon duidelijk zegt van, nou ja, dat doe ik dan op dat moment niet. En ik ga dan zitten om het boek te schrijven. Ja, dat heeft gemaakt dat ze het wel deed. Er zit een heel mooi verhaal achter, hoor. En waarom ik dit kan, omdat ik mensen keuzes kan laten maken. Dat is eigenlijk, ja, dat heb ik gewoon meegekregen van mijn zus. Ik heb een hele vreselijke lieve zus, die heet Ria. En ze is geestelijk en verstandelijk beperkt. Of verstandelijk en lichamelijk iets beperkt. En zij heeft een vermogen van een 3-jarige ongeveer. Haar gevoelsleven, haar EQ. Maar ze heeft wel heel veel bijgeleerd hoor. Ze kan naaien, ze kan klok kijken. Ze kan ja, heel veel dingen wel. Lezen, schrijven. Maar wat ze niet kan is haar dag structureren. Dus ze heeft voor alles wat ze doet, heeft ze een begeleider nodig. Wil ze naar de winkel toe om iets te halen, dan heeft ze begeleiding nodig. Ze woont ook in een gezinsvervangend huis. En daar is ze heel gelukkig. Maar het is wel zo dat je moet dus keuzes maken in wat je doet. Ze heeft ook niet zo heel veel energie. Dus haar hele leven loopt ze tegenaan dat ze moet kiezen. En hoe laat je dan toch haarzelf
authentiek kunnen leven. Want anders is ze niet gelukkig en dan vliegen de kopjes door de kamer heen. Want als ze één antipathie heeft, dan is het het woordje moeten. Ja, en dat moeten, dat moet zo vaak van begeleiding. Dus, maar dat is, ja, als je dat moeten dus weghaalt, mm-hmm, en vervangt voor ik wil graag, ja, dan is het al een hele andere lading voor het woordje moeten. Want als je heel graag je boek wil schrijven, mm-hmm, in plaats van ik moet tijd reserveren daarvoor om een boek te schrijven, dan voelt het meteen zo zwaar. Ik moet dat doen, ik moet dat doen. Ja, suggereert ook alsof je geen keuze hebt. Hè? Als je zegt, ik moet dat doen, dan zit er geen keuzevrijheid in. En helemaal als je dat dan uit gaat stellen, dan blijft het drukken. Het blijft eeuwig drukken. Ja. Ja, dat is gewoon een heel vervelend gevoel. Ja. Ja, en bij Ria kan ik dat dus eigenlijk, mijn hele leven heb ik dat mogen oefenen. En, dankjewel. En als ik haar wil dat ze een glas water drinkt of zoiets dergelijks, dan vraag ik, wil je een gele beker of wil je een rode beker? En zij drinkt wat water. Weet je, bij wijze van spreken, weet je wel. Dit is zo'n goed voorbeeld om het heel erg plat te slaan. Ja. En om het duidelijk te maken. En zo laat ik mensen toch kiezen. En toch kiezen voor het belangrijkste. Ja. Ja. Dus dat is focus aanbrengen. Gewoon kiezen uit twee opties. De keuze, is dat het? De keuze terugbrengen naar minder opties? Ja, keuzes laten maken. En dan bewust keuzes laten maken. Als je heel veel ideeën en heel veel plannetjes hebt en heel veel dingen te doen. Ja, dan je kan qua tijd kan je het indelen. En kan je zien dat je leegloopt en dat het niet lukt. Ja. Dus die frustratie, die kan je gewoon heel beeldend maken. Ja, en dan kan je zeggen van ja, wat vind jij dan nou eigenlijk belangrijk in je leven? Mm-hmm. Nou ja, dat is dat belangrijkste, dat is de focus waar we op gaan leggen. Ja. Ja, en dat gaan we als doel stellen van kijken van hoe kunnen we dat dan waarmaken? Ja. Ja. Nee, en dan komen we toch weer even terug, want dat vond ik wel interessant wat je net zei, hè? Gaan voelen. Wat ik vaak merk is dat mensen al zo lang gewend zijn om zich te voegen naar wat ze denken dat anderen van ze verwachten. Dat wat ze zelf willen, dat vaak helemaal niet op de voorgrond is. Hè? Dat je daar echt naar moet gaan zoeken. Ja, wat wil ik nou eigenlijk? Ja, weet ik veel. Nooit over nagedacht. Herken je dat? Dat mensen, dat vaak ver weg gestopt is? Wel dat het ver weg gestopt is, maar het is wel dat. Dat doe ik bij Ria ook. Ik pel af. Ik begin aan de buitenste laag van een ui. En dan zo elke keer een laagje, een schilletje eraf. Mm-hmm. En zo kom je vanzelf bij de kern van wat je nou eigenlijk, wat je echt wel wil. En waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. Ja. Dus wat ik je hoor zeggen is dat als je het niet meteen weet, dat als je daar goede begeleiding bij vindt, met de juiste vragen, dat je best bij dat iedereen dat kan ontdekken wat hij zelf wil. Het is wel een klein ietsjes groter. Waar ik mee werk zijn ondernemers vaak en trainers en coaches die ervaring hebben, die ambitie hebben, die iets kunnen, die expert zijn in een bepaald vakgebied. Mm-hmm. En die mensen hebben altijd wel die drive om te willen. Ja. Maar om dat zodra, te willen ontdekken. Ja, en ook om te willen gaan. Ja. Maar als je echt in een burn-out zit, dan heb je dat niet meer. Dat vuurtje is weg. Je ziet er geen vuurtje meer, neem ik aan. Ik heb nooit een burn-out gehad. Wel een bore-out, maar geen burn-out. Is dus op zich hetzelfde, hè? Ja? Dus ja, zeker. Dus de achterliggende oorzaak is anders. Hè? Dus het ene is, je hebt te veel gedaan. Het andere is, je hebt te weinig gedaan. Maar op zich zijn is het gevoel en het opgebrand zijn is wel hetzelfde fenomeen. Ja. Nou was ik niet zo diep hoor. Ik had meer het idee van, hier kan ik niks meer. Hier ben ik uitgekeken. Hier ben ik gewoon, hier kan ik niks meer verzinnen. Nee. Nou, dus het vuurtje was gedoofd. Ja, maar waar ik ook net al aan dacht, en dat is nu precies hetzelfde. Dat is eigenlijk waar ik aan denk dan meteen van, dan ga je dingen doen. En dat hebben mensen met een burn-out,
die hebben een hele grote berg voor zitten. Of voordat ze iets gaan doen. Maar ik denk dat alleen door het iets te gaan doen, en het mag heel klein zijn, dan pas kan je stappen nemen om eruit te komen. Ja. En dan zou het beginnen met een rond het huis wandelen en net een stukje verder, verder, verder. En dan zie je dat dat een succeservaring is. En die succeservaring zorgt ervoor dat je de volgende keer weer makkelijker het probeert. Ja. En ik denk dat je zo langzaam uit een burn-out zou kunnen komen. Maar dat heb ik ook gedaan met de bore-out. Precies hetzelfde. Ja. Ik zat op een werkplek en daar was ik uitgekeken. Ik had er alles geleerd wat ik wilde leren en kon leren. En ik ben een opleiding gaan doen naar online marketeer. Want ik zat in de offline marketing. En ik ben naar de online marketing gegaan. En dat was echt een opleiding dat ik dacht van ja, dat is toch de toekomst. Dus die had ik met verstand gekozen. Want communicatie, oké, dat is ook communicatie. En toen wilde ik dat ook op mijn werk doen. En ja, mijn werkgever zei van ja, maar Willy, jij bent goed in dat persoonlijk contact in verkoop van offline producten. Dat moet je maar blijven doen. Ja, toen was ik klaar. En toen dacht ik van ja, ik wil met online verder. En toen ben ik ook weggegaan. Dus door dingen te doen en door andere dingen te zien en gewoon hele kleine stapjes te maken. Ja, denk ik dat de sleutel is voor stress en burn-out. Maar ik ben geen stress en burn-out coach, dat ben jij. Ja, nou, ik hoor hele mooie adviezen. Dus ik hoef daar niet op in te grijpen. Het is wel interessant hè, dat je zelf, dat je dit ook benoemt, die bore-out. Want veel mensen weten dat niet. Hè. Ja. Juist wel mooi dat zo aan bod komt. Ja. En ja, stapje voor stapje. Dus je kunt altijd, ik geloof dat je altijd ergens om kunt komen. En wat ik net zei over dat afbellen. Toen zei je, ja, ik werk vooral met ondernemers, maar het lukt dus bij je zus ook. Hè? Ja. Dus, ja. Klopt, ja, ja, dat is ook zo. Ja, ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Hè? Dus, en wat er nog bij me opkwam, was dat je zei van ja, dan is het een kwestie van voelen wat bij je past. Ja. Nou heb ik zelf de ervaring gehad dat ik... dat was een mooie overlevingsstrategie die een hele tijd heeft gewerkt. Dat ik mezelf een beetje af had gesneden. Of niet een beetje, behoorlijk af had gesneden van mijn eigen gevoel. En dat het voor mij, en dat zie ik ook veel bij mijn klanten... dat het niet zo makkelijk is om naar je gevoel te gaan als je vooral maar... om te overleven wil je je hoofd weggaan. Hoe doe je dat dan, naar je gevoel toe gaan? Kun je daar iets algemeens over zeggen? Ik zit niet heel bewust op het gevoel. Dat is meer iets dan dat ik gewoon aanvoel. Van welke kant je op willen. Door gewoon scherpe vragen te stellen. Ja, als focuscoach. Dat is puur intuïtief. Ja. Ja, puur. Ja, het is niet zo dat ik zeg van nou, nu moet je terug naar je gevoel. En zo en zo gaat dat. Dat heb ik helemaal niet. Want eigenlijk weten mijn klanten best wel wat ze willen. Alleen door zo'n vol hoofd en zoveel ideeën en zoveel informatie weten ze het gewoon even niet. Nee. En dan pas, weet je, dan kan je gewoon zeggen van, nou ja, wat heb je allemaal? En dan gaan ze vertellen en dan gaan ze vertellen. En op een gegeven moment kan ik daar wel een lijn in ontdekken. Ja. Van wat ze nou eigenlijk willen. En wat er voor hun het handigst is. En dan juist die structuur, denk ik, die ik bied. En die helderheid. Mm-hmm. Maakt dat ze stappen kunnen maken. Ik maak ook altijd een stappenplannetje met ze. Zodat ze uit hun verhaal, uit hun hele wollige massa, dat ze daarmee gewoon stapsgewijs verder kunnen. Ja. En ja, dat structuur en die helderheid, die heb ik gekregen uit mijn ervaring. Ik heb 30 jaar werkervaring door met allerlei klanten te praten. Van ja, ik wil dit ongeveer. Ja, maar er moet wel iets concreets uitkomen. Dus ja, van iets... Ik wil iets naar concreet, daar ben ik altijd wel goed geweest. En structuur bieden heb ik ook gewoon geleerd, keihard, doordat die opleiding,
die ik deed, die Nima B, die, dat was zo groot, zoveel. En dat was echt van onder de tafel naar op de tafel. En opeens Engelse sites moeten bezoeken en allerlei digitale tools moeten doen. Alles totaal buiten comfortzone. Zelfs rapporten schrijven hoefde ik nooit. En dat moest ik nu ook opeens. Mm-hmm. Dus ik had echt zoiets van, hoe doe ik dit? Ja, en toen heb ik mezelf wel een bepaalde structuur aangeleerd. Waardoor het ook gewoon gestructureerd en overzichtelijk. En ook gewoon het belangrijkste eerst gewoon kan doen. Want je kan alles doen, maar dan verdwaal je ergens. Dus dat werkt niet. Ja. Ja. Dus het belangrijkste eerst betekent, je kiest iets wat voor jou belangrijk is. Bijvoorbeeld een boek schrijven. Ja. En dat ga je dan als eerste inplannen in je dag. Nou ja, je hebt een bepaalde planning in je dag. Er zijn al afspraken, er zijn al dingen die je altijd doet, wat je heel graag doet. Mm-hmm. Maar je gaat kijken waar je de ruimte kan maken om dat te gaan doen. Oké. En op die manier, en ik heb een structuur dat je elke dag gewoon even je acties naloopt om te kijken van, nou, wat heb ik allemaal, wat heb ik afgerond. Je maakt je weekdoelen en je zorgt dat je einddoel eigenlijk opgedeeld is in kleine subdoelen, zodat je met je subdoelen per dag je acties kan doen. Klinkt heel snel, maar dat is eigenlijk van groot naar klein. Dus van 5 jaar naar 1 jaar, naar 3 maanden, naar 1 maand en naar per week en dan per dag. Eigenlijk gewoon het steeds maar weer kleiner maken. Ja, en overzichtelijk maken. Zodat je toch bij je doel komt. Want dat is de bedoeling. En dat doel kan bij iedereen anders zijn. Dat kan gewoon een andere baan gaan zoeken. Maar dat kan ook zijn dat je met je business je online trainingen in je academy kan zetten. En dat kan ook zijn dat je je zichtbaarheid verhoogt. Dus dat doel, dat mag dat alle kanten opschieten bij mij. Dat, helemaal, in marketing vind ik het helemaal leuk natuurlijk. Want dan kan ik ook nog ze adviseren welke kanten ze op moeten. Mm-hmm. Maar ja, het begint bij klein. Ja. Ik heb nu een training die heet Kies je niche. Dus dat begint echt bij de basis. Je missie, je visie. En ja, dat is zo belangrijk. Als je weet waarvoor je het doet. Ja, dan pas kan je echt het gaan leven. En dan kan je het ook uitstralen. En kan je mensen inspireren ermee. Ja. Dus dat klinkt ook alsof het belangrijk is dat je weet waarom je dingen doet. Dus dat je niet zomaar als een kip zonder kop gaat rennen, maar dat je eerst bij jezelf nagaat, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Ja, met je bedrijf moet je dat sowieso doen. Je moet weten waar je met je bedrijf naartoe gaat en waar je voor staat. Anders kan je het niet overbrengen. Dan is het onduidelijk voor jouzelf, maar ook voor je klanten. Is er volgens jou een verschil tussen dat in je bedrijf en in je leven? Je maakt nu heel duidelijk een onderscheid. Ik ben het met je eens, dat het in een bedrijf belangrijk is. Voor je leven zou het belangrijk moeten zijn, maar dat heel veel mensen wandelen eroverheen. Maar ja, mijn privé doel is wel in lijn met mijn bedrijfsdoel. Omdat ik alleen werk, heeft het wel heel veel raakvlakken. Ja. Ik vind het belangrijk dat mensen authentiek leven. En dat ze eigen keuzes erin mogen maken. En dat kan eigenlijk alleen maar als je dat een beetje overzichtelijk hebt. Dus als je dat heel duidelijk hebt, hoe gaaf is dat? Dat je er niet meer over te denken. Ik zie ook gewoon nu net een trainer die echt heel veel kan. Echt mega veel. En heel veel expert heeft. Is expert in allerlei dingen, maar ja, vertel dat je klant en dan verdwaalt je klant en glipt die zo tussen je vingers door. Dus kom met één ding en dan pas is het duidelijk. En heb je dat gedaan, dan mag je je hele arsenaal opentrekken wat je allemaal kan en wat je mag. Maar in praten, in communiceren en uitstralen, ja, is één ding het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Ja, duidelijkheid. Ja. Hoe kun je door duidelijk te zijn voor jezelf en naar anderen toe stress verminderen? Hoe zie jij die link? Als je
steeds van doel en visie en trainingen verandert. Op een gegeven moment weet je het ook niet meer. En als je het niet meer weet, dan krijg je zo'n onheimlich gevoel. Zo van, dit klopt niet. Ik wil verder, maar ik weet niet waar. En ik kan linksom, rechtsom, en ik kan alle kanten op. En juist dat maakt het onrustig. Ja. En als je één lijn daarin hebt en je hebt het opgeschreven en het is duidelijk, ja, dan geeft dat enorm rust. Ik merk ook dat als ik zodra ik met klanten werk, dan is het meteen van, oh, ik spreek Willy, ik heb rust. En dat is echt heel apart. Ja, is mijn stem? Dat zou kunnen. Nee, ik weet het niet. Het is ook gewoon helderheid. Dat je gewoon kan vertellen en dat je daarna gewoon je stappen helder hebt. Dat geeft rust. Ja. Ja. Nou, dat is ook mijn ervaring, dat op het moment dat je keuzes maakt en dus dingen loslaat die je dus niet gaat doen of niet hoeft te doen, of dat heel veel rust creëert. Ja. Als je een heleboel dingen niet doet, zeker. Ja, ja. Ja. Precies. Ja. Ja. Jij hebt, wij kennen elkaar via LinkedIn en je hebt op je LinkedIn profiel ook zo'n mooi dartboard met een pijltje. Ik heb ooit een keer een training gehad waarbij er werd verteld over een visualisatietechniek van een pijl afschieten op het doel. En dat is wat er nu ook in me op. Ken jij die techniek? Nee. Werd door Japanse krijgers werd dat gebruikt. Die visualiseerden eigenlijk het doel verderop. En dat hun pijl precies dat doel ging raken. Dat is wat er nu ook een beetje in me opkomt. Dat je heel duidelijk je doel formuleert. Daar wil ik naartoe. Ja. En dat je dan de kortste weg, die nooit helemaal rechtuit gaat natuurlijk, kiest of zo. Maar zo werkt het wel, hè? Want welke kant moet je anders op? Als je zegt van ik wil, je weet niet waar je naartoe gaat op vakantie, dan kom je er waarschijnlijk niet in Spanje of ergens anders. Nee. Maar als je zegt van ik ga naar Spanje, ja, dan kom je er. Ja, ja, ik gebruik heel vaak de metafoor van stel nou dat je in een taxi stapt en tegen de chauffeur zegt, nou, doe maar wat of zo. Waar wil je naartoe? Ja. Ja. Ja, dat weet ik niet. Ja, hoe groot is dan de kans dat je ergens uitkomt waar jij het prettig vindt? Dat is natuurlijk dan de vraag. Ja, dat is zo. Ja. Maar ook als je je pijlen richt op heel veel dingen, dan is de kracht van die pijl is gewoon veel minder groot dan dat je één grote pijl neemt en je knalt ze midden in dat dartboard. Ja. Dan heb je mega veel kracht. Ja. Ja, en toch wordt er vaak ook gedacht, hè, als ik maar veel pijlen afschiet, het is ook een strategie in de hoop dan dat er misschien ooit een doel raakt. Wat ik wel altijd vertel is dat ook als je een doelgroep kiest, je hoeft er niet je leven aan vast te zitten. Je mag hem gewoon 3 maanden proberen en werkt het niet voor je, of voel je er toch niet lekker bij, dan doe je toch een andere doelgroep. Weet je, je hoeft dan niet vastgebonden je onderneming te leiden. Maar het is wel zo dat als je verder wil komen met iets, dan is het wel handig om daar je energie op te zetten en niet op alles. Ja. Dan verspreid je energie. Ja, versnipperde energie. Ja. Ja. Ja, dat is wel mooi, want ook dat trek ik meteen breder en groter. Dat als je het buiten een onderneming trekt. Hè, ik hoor heel vaak mensen die zeggen, ja, maar ik moet wel de goede keuze nu maken. Dan denk ik, je kunt toch, ieder moment is weer een nieuw moment om te kiezen. Hè? Ja. En dat maakt kiezen ook zo zwaar. Als je denkt, ja, dit is voor de rest van mijn leven. Dan wordt het inderdaad een hele zware keuze. Ja, bij die boekschrijfster was het ook heel mooi dat we het gepland hadden in 3 maanden. Want daarna mocht ze gewoon weer helemaal los. Dan laat ik het los en dan mag ze weer helemaal los. Ja, mooi. Het was te overzien. Ja, ik denk dat ook wel belangrijk is dat je dat kunt overzien. Ja, ja. Ja. Ja, zeker. Wat ik heel mooi vind is dat jij eigenlijk zegt van, hè, ik help mensen daarbij. Het is door gewoon vragen te stellen of door dat proces te begeleiden. Waarom is het zo belangrijk om hulp te zoeken daarbij?
Omdat je zelfvertrouwen steeds meer naar beneden gaat, hoe langer het duurt. Als je niet verder komt en je loopt gewoon even tegen zo'n berg aan, dat is helemaal niet erg, weet je. Elke ondernemer heeft dat, die voelt dat. Die heeft soms wel eens even dat het minder zit of dat ze het gewoon even niet meer weten. Maar als je dan meteen hulp zoekt, dan ben je eigenlijk meteen klaar. Dan kan je meteen weer verder. Mm-hmm. Maar als je dat laat sudderen, dan loop je elke keer, zie je weer en elke dag voel je weer, ik heb niks gedaan, ik heb het uitgesteld, ik presteer niks, het werkt niet. En naarmate je langer dat gevoel hebt, hoe moeilijker het is eigenlijk om daar weer uit te komen. Want ja, hoe moeilijk wordt dan die berg om eroverheen te gaan als jij steeds lager gaat in je zelfvertrouwen, dan wordt die berg steeds hoger. Zo zie ik dat elke keer. En dan denk ik van ja, vraag nou maar gewoon, dan heb je het opgelost. Ja. Ja. Ja, en ik denk ook inderdaad dat als je het zelf had gekund, dan had je het al wel gedaan, hè? Dus en we denken vaak zo dat we dingen maar alleen of zelf moeten oplossen. Ja. Dat zie ik heel vaak bij trainers en coaches. Die denken dat ze het zelf allemaal heel goed weten. En dat is ook zo. Ze weten het ook voor een ander. Maar bij de loodgieter lekt de kraan. En bij de timmerman zit de plank altijd los. En bij de schilder is zijn eigen huis niet geschilderd. Omdat hij altijd druk is bij een ander. Ja. En dat zie je bij trainers en coaches ook heel vaak. Ze zijn heel druk bij een ander en voor een ander. Maar ze vergeten hunzelf. Ja. Terwijl die eigenlijk nog belangrijker is. Dan stopt het een keer. Ja. 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 Ja, ik geloof ook dat je een ander niet kunt helpen als je niet eerst goed voor jezelf zorgt. Dus, ja. Dat zeggen die stewardessen ook, hè, in zo'n vliegtuig. Ja, precies. Eerst ja. je eigen eerst mondkapje en dan de rest. Ja. 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 Dat is wel zo. Ja. Waarom is het zo moeilijk om hulp te vragen, denk jij? Waarom vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen? Nou, ik kan eigenlijk alleen voor mijn trainers en coaches dat waarom zij het moeilijk vinden is dat zij hebben al een succeservaring gehad. Dus zij weten dat ze het kunnen. Mm-hmm. En ze kunnen het ook. Mm-hmm. Alleen nu even niet. Wow. Ja. Ja. Maar ze denken wel dat ze het. Ja, weet je, je hebt zoveel kennis. Je hebt zoveel dingen die je weet. En dan lukt het niet. Dat is de drempel. Ja, bijzonder, hè? Eigenlijk. Ja. Ja. Ja, nou ja. Ja. Ik bied ook meestal het eerste gesprek gewoon al even een half uurtje aan. En zo van, nou, kijk maar hoe het voelt. Weet je? Gaat ervaren. En je hebt meteen al tips mee om gewoon verder te kunnen. En dat werkt, ja. 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 Om eventjes te ervaren wat het is om weer los te komen. Ja. Ja. Hey, en jij werkt met het focuskompas. Ja. Wat mag ik me daarbij voorstellen? Ja, het is een trainingsmethode en die heb ik zelf ontwikkeld. Omdat ik dacht van, dit is handig. Dit heeft voor mij gewerkt, dus waarom zou het niet voor een ander werken? Mm-hmm. Dus het is een structuur en het is heel simpel in Excel. Je hoeft niks nieuws te leren, het is alleen Excel. Waarin je kolommen hebt en in die kolommen hang je je acties en je subdoelen. En dat geeft al rust en helderheid, omdat je het nu opschrijft in plaats van dat je het elke keer maar in je hoofd laat rondspoken. Want iedereen moet van alles en iedereen heeft het in zijn hoofd. En natuurlijk, ze hebben wel een agenda voor hun afspraken, maar om echt hun doel te bereiken, ja, dat zit allemaal nog in dat volle hoofd. Dus om dat te doen, heb ik die kolommen en dat geeft rust, het geeft helderheid, het geeft overzicht van wat je gedaan hebt. Eén voordeel, als ondernemer heb je ook meteen je uurverslaginlegging voor de belasting heb je compleet, dus dat is ook heel fijn. Je weet precies wat je doet en je weet ook wat je gedaan hebt. Is het alleen maar trainingen en ontwikkeling of ben je ook zelf aan het creëren en naar je doel aan het werken? Dus je ziet wat je doet. En ja, dat is een heel mooi kompas. En ondertussen krijg je dan ook nog wat tools bij om die belangrijkste te tackelen. In die vier kwadranten. En ja, weet je, met dat bij elkaar heb ik gemerkt dat je heel makkelijk kan werken. En
En dat je overzicht hebt en helderheid voor wat je doet en Ja. waar je bent. Ja. Klinkt alsof je heel veel vliegen in één klap slaat. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en ik vind het gewoon vreselijk leuk om mee te denken. Ik heb een enorme liefde voor meedenken. En ja, dus laat mij maar gaan. En dan kom je vanzelf, krijg je motivatie en energie om het te gaan doen. Ja. Klinkt helemaal leuk. Ja. Je hebt er al nu al zin in. Ja, nou geweldig. Zeker. Ja. Hey, en ja, wat ik eigenlijk er vooral uithaal om zeg maar stress te verminderen, is de tip om, als je een vol hoofd hebt, om dingen gewoon op te gaan schrijven. Dat je ze uit je hoofd haalt en op papier. Ja, dat zou een hele waardevol zijn. Als je dat gewoon, als je een volle hoofd hebt, een brain dump noem ik het. Er zijn allerlei andere woorden voor, maar dat is gewoon gaan zitten. Eventjes 5 minuten een timer zetten. En dan schrijven, door blijven schrijven totdat je non zweegt. En dan die 5 minuten om zijn en dan heb je je hoofd leeg en dan staat het op papier. Mm-hmm. Ik vind wel altijd dat je ook je gevoel erop moet schrijven. Dus hoe voel je over dingen? Want dat zijn ook van die dingen die steeds maar in je hoofd terugkomen als je iets niet afgerond hebt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als een klant lelijk is geweest of wat dan ook tegen je. En je schrijft dat niet op of van je af. Dan blijft dat ook steeds terugkomen. Juist, ja, dat zal je net zien, dat breid werkt dan helemaal zo. Je, pas als je denkt van, nou ja, nu heb ik het niet nodig, dan komt het opploppen weer. En dan ben je weer afgeleid daardoor. Dus dat, ja, schrijf zoveel mogelijk je gevoel op en wat je meemaakt en wat je wil doen. En je acties, dus zodat het allemaal uit je hoofd is. En dan kan je met een frisse lei beginnen. Dan kan je daar je acties uithalen. Dan kan je weer even tegen het licht houden van wat jij belangrijk vindt en wat je wil bereiken. Ja, en dat ga je doen. En de rest, dat, wat dan overblijft, dan moet je gaan kiezen. Dan mag je gaan kiezen, wil je dat nog wel doen? En vaak hoef je dat helemaal niet eens meer te doen. Maar het is wel weg uit je hoofd. Dat scheelt. Ja. Nou, ik kan me al voorstellen, als je het zo gewoon opschrijft, dat je ook dingen gewoon weg kan strepen. Hè? Gewoon fysiek van, nou, dit heb ik niet meer nodig. Of dat heb ik al gedaan. Of dat hoeft eigenlijk niet. Of dat het gewoon dient me niet meer. Ja. 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 Nou, mooie tip. Dank je wel. Ik zie dat ook heel vaak, dat mensen toch nog wel in dat verleden blijven hangen. Van dit en dit is gebeurd. En dat blijft elke keer terugkomen. Dit en dit is gebeurd. En dit is gebeurd. Maar doordat alles wat gebeurt er toch al gebeurd is, dat heeft geen zin om dat erbij te halen. Dus zet dat maar op de bovenste plank in de kast. Dan ben je er vanaf. En dan schrijf het op en leg het weg. En ga verder met wat nu en waar je naartoe wil. Want daar heb je veel meer aan dan dat je elke keer terughaalt van wat is er allemaal gebeurd. Mm-hmm. Het is niet zo dat je dat helemaal weg moet cijferen. Dat is onzin. Je mag af en toe die kast nog wel weer even open doen. Om het eruit te halen. Ja, maar dan weer snel even, terug even te weer stoppen. Naar kijken. Ja. Ja. En dan gauw weer terugstoppen. En dan weer lekker door met waar je mee bezig bent. En waar je energie van krijgt. Ja. Ja. En ook al kunnen dat maar kleine stapjes zijn. Dan nog kan je daar heel blij van worden. Als je maar zelf gekozen hebt. Ja, wat er ook in me opkomt is dat het een beetje dus een vergelijkbare metafoor, dat de voorruit van je auto niet voor niks veel groter is dan de achteruitkijkspiegel. Hè? Dus het is handiger om vooruit te kijken dan iedere keer maar te kijken naar wat er geweest is. Ja. Ja, je kan het ook niet meer veranderen. Je kan alleen je gevoel erover veranderen, maar niet de gebeurtenis zelf. Nee. Hey, mooie tip. Ik zie het helemaal voor me. Allemaal schoenendozen zo in de kast. Ja hoor. Ach, iedereen heeft er genoeg verzameld, toch? Ja, precies. Ja. Als er mensen nu naar deze podcast luisteren of kijken, of allebei. En denken, nou, die Willy, daar wil ik wel graag door gecoacht worden. Dat zie ik wel zitten. Waar kunnen ze jou bereiken? Nou, sowieso de Focus Coach. Dat is een website, focuscoach.nl. Daar kunnen ze bereiken. En daar staat ook een gratis e-book op. In 5 stappen keuzes maken. En als dat je nog allemaal veel te snel gaat, wat ik me best kan voorstellen. Maar ja, het is maar een e-book. Dus ja, ik kan je daar niet meesturen mezelf in het boek. Maar het is, dan moet je gewoon eventjes contact met me opnemen. En daar staat er van alles manieren waarop dat ook kan. Telefoonnummer, e-mail.
Zodra je focuscoach.nl hebt, dan ben je er eigenlijk wel. Helemaal goed. Ja. Dat moet lukken, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Hey, als er nu mensen zitten te kijken die veel stress ervaren, of dat nou burn-out is of bore-out, dat kan natuurlijk inderdaad ook, hè? Ja. Dat is een veel minder bekend fenomeen, maar best veel voorkomend. Wat is de belangrijkste tip die je ze zou willen meegeven? Ja, vraag hulp, denk ik. Ja, ja, maakt niet uit wie, waar, hoe. Maar in ieder geval blijf er niet in hangen. Het is een zonde van de tijd. Je kan zoveel tijd genieten. En, ja, en als je dan ja, blijft malen in je eentje, dat is gewoon jammer. Ja, ik denk dat dat het is. Vraag gewoon hulp. Ja, ja. Mooi. Mag ik jou hartelijk bedanken voor deze mooie boodschap en voor... Ja. Jouw bijdrage in deze podcast. Ja, graag gedaan, Mieke. Dank voor je uitnodiging. Heel graag gedaan. Hey, tot ziens. Ja, tot kijk. Dag, Willy.